De vader van de vermoorde Anne Faber haalt in de Volkskrant hard uit naar justitie. Hij zegt in een open brief dat de dood van zijn dochter het gevolg is van het falen van de rechtsgang. De oud-voorzitter van het gerechtshof zou dan ook moeten opstappen. Wim Faber vindt dat het hof in een eerdere zaak tegen verdachte P signalen over een stoornis bij hem heeft genegeerd. Ook zou het hof de strafvermindering voor P destijds niet goed gemotiveerd hebben. Anne uit Utrecht verdween vorig jaar september na een fietstocht in de omgeving van Baren. Haar lichaam werd 2 weken later gevonden. Op aanwijzen van P. Hij zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder in verband met eerdere verkrachtingen. Ja, de start was nog goed, maar tot een finish is het niet gekomen bij de Eemmeerloop. Volgens de organisatie hadden te veel mensen last van de warmte vanmiddag en was het niet langer verantwoord om door te lopen. Het was dit jaar de 34ste keer dat de 50 kilometer had moeten worden gelopen. Dit jaar met zo'n 600 mensen aan de start. De politie heeft vanochtend een man met een mes aangehouden op de Ruiterstede in Nieuwegein. Omdat er aanvankelijk gedacht werd dat het om een steekpartij ging, rukte de politie massaal uit. Later bleek echter dat de man niemand had neergestoken. Vermoedelijk ging het om een ruzie in de relationele sfeer. Bij een ongeluk op de A2 zijn vannacht 2 gewonden gevallen. Bij Hagestein ramde een automobilist de auto voor hem. Deze Peugeot belandde vervolgens via de berm in het water, waarbij de 2 inzittenden gewond raakten. De man die het ongeluk veroorzaakte was zonder invloed en bleef ongedeerd. Om de hulpdiensten de ruimte te geven, werden meerdere rijstroken afgesloten. De wagens zijn totaal los. De slachtoffers liggen in het ziekenhuis. Bij een kopstaartbotsing op de Amsterdamse Straatweg tussen Paleis Soestdijk en Baren is een bejaarde vrouw gewond geraakt. Zij zag een stilstaande auto voor het verkeerslicht waarschijnlijk over het hoofd en botste er achterop. De vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn totaal los. Het is overigens al de hele dag druk op deze provinciale weg vanwege de afsluiting van de A27. Ja, Rijkswaterstaat werkt de komende weekenden aan de snelweg. Voor de verbreding van de A27 moet een aantal viaducten gesloopt worden. De snelweg is dit weekend in beide richtingen dicht tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes. De A27 moet breder worden vanwege de toenemende verkeersdrukte. Buschauffeurs van Syntus staken vandaag. Het is al de 6e stakingsdag, maar de chauffeurs geven het niet op, want ze willen betere werkomstandigheden. Nou, heel concreet moeten er 5 minuten bij, zeg maar, om je te kunnen vertreden, om plaatspauze te hebben, om vertraging in te kunnen halen, zeg maar. Dus dat de werkdruk wat minder wordt. Die 5 minuten zullen echt in de CAO moeten staan. Daarnaast natuurlijk een fatsoenlijke loonsverhoging, zoals altijd. Hè? Er worden flesjes uitgedeeld door de demonstranten en daar zit een gedachte achter. Omdat wij eigenlijk zelf graag de flesjes water drinken. Want onze werkgever zegt van, je hoeft geen plaspauze als je niet drinkt voor de dienst. Nou, en dat is nu juist niet de bedoeling. Het stadsvervoer van UOV deed vandaag niet mee aan de staking. Ruim 200 figuranten uit binnen- en buitenland verbeelden dit weekend het leven van soldaten en burgers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Scènes onder de titel Living History, Levend Verleden worden gespeeld op het terrein van Museum Huis Doorn. Dit jaar is het namelijk 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is er weinig bewolking, koelt af tot een graad of 16 vannacht. Morgen is er eerst vrij veel zon. Tijdens de middag is er nog een kleine kans op een onweersbui en het wordt 27 graden. Kijk voor meer nieuws op onze app of op de website rtvutrecht.nl.